Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je kan op de achtergrond al zien, we zijn de motoren aan het klaarmaken, want we gaan namelijk een nachtdienstje draaien. En naast me staat, ja, voor misschien heel veel mensen al wel een bekende, maar voor degenen die je nog niet hebben gezien in de serie Bureau Rotterdam, weer eens aan het kijken vertellen wie ben je en waar zijn we, wat gaan we doen? Ik ben Brian, ik ben werkzaam op Rotterdam Centrum als hoofdagent. En vanavond gaan we dienst meelopen met de horeca, met de oot. En we gaan lekker dienst op de motor. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nog nooit een dienst gehad met de motor in Rotterdam. Kunnen we sowieso een horeca nacht verwachten? Wat is gebruikelijk hier in Rotterdam? Ik denk sowieso drukte. Heel veel beveiligers die hebben een pieper en op het moment dat zij er niet uitkomen, dan gaan ze op die pieper drukken. Dus verwacht vooral heel veel pieperassistentie verzoeken. Ja, en normale meldingen natuurlijk, die je doorgaans ook altijd hebt. En dan zijn het waarschijnlijk gewoon dronken bezoekers die eruit worden gezet. Ja. Vooral. Okay, ja, nou. Vooral zulke dingen. Ja. We gaan jullie meenemen, we gaan het zien. Hey man, je mag hier even doorrijden zo, ja? Je staat op de fiets ook namelijk. Hoi, je mag ook doorrijden, ja? Hallo, oh, je wil een helm op? Ja. Dat denk net dat je geen helm op had, maar het is goed, ja? Ja. Doe alleen even je bandje ook dicht. Ja. Ik ben wel helm. Wie is dan met s'nachts dan met z'n drieën ook of zo? Of vier, eentje zegt het toilet te zo. Hoi, wat geworden? Hallo sir. It's not allowed to sleep over here. Do you have some ID card on you? ID card, paspoort. Ik heb hier vier, hoeveel heb jij er? Drie. Ik heb hier een. It's not allowed to sleep over here in the street. Yeah, that is not allowed to stay here. No, not tomorrow. This evening. It's not allowed to stay here. So now you get a warning and you have... Listen, you get a warning and you have to leave. If you come back in 5 or 10 minutes and you're still here, then you get a fine. Yeah, but that's not my problem now. We only here to send you away out of here. Yes? Hallo meneer. Moet je hem heel even aan de overkant zetten? Sorry. Can you put him over there? Yeah? Over. You have a driving license? Why you didn't wear the helmet? Yeah, sorry, I'm very in my head right now. Yeah. Okay. Jullie kunnen het op de beelden zien, we hebben juist hier een meneer die reed zonder helm. Dus je krijgt hier een proces verbaal voor. Daarvoor hadden we nog een melding van een aantal dak- en thuislozen die op een locatie aan het slapen was met allerlei matrassen en slaapzakken moest ik zeggen bij zich. Nou is de bekende groep Roemenen van hier uit de omgeving. Nou, ik zie het beeld herkenbaar dat ik wel eens in Utrecht tegenkom. Allemaal heel vervelend dat je op straat moet leven, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat daar een soort verzamelplaats komt waar iedereen met ze hebben en houden maar gaat liggen. Dus in dit geval hebben we hier wel de namen genoteerd, hebben ze nu weggestuurd en gewaarschuwd voor de avond. Ja, mogen ze op een laat tijdstip weer aantreffen, kunnen ze een bekeuring krijgen. Samen met de collega's van handhaven gaan we er verder op letten en dan gaan we ook verder de horeca dienst in. Gesprek? Huh? Is het een goed gesprek? Ja! Ik heb gelachen. Nee, is de politie. Hallo. Oh. Hallo. Hey, maar waarom zijn zij daar en jij hier dan? Is het in Portugal? Oh ja, nee, dan wordt het een stuk lastiger. Ja. Ja, maar doen ze beter dan jij. Nee, geen gaaf man. Doe. Hallo meneer. Hallo. Hoi. Ik heb er even mee. So you speak English? Driver license. Have a nice day. Hey. Heeft u als u met zijn stuur een rijbewijs bij u? Even nu alleen informatie. En wat is de reden dat de kinbandje niet vast zit?
Degene dat jullie aanspreken mag duidelijk zijn, hè? De bijrijder had geen helm. De dingen bij die je niet bij mag hebben? Maar als je die kunt even stellen, hè, dan past de helm wel. Oh, dat past niet. Maar je ID-kaart is thuis? Nee, maar ook. Maar heeft zo'n huurscooter maar één helm bij zich of zitten er wel twee in? Ik weet het zelf nog niet eens gekeken. Oh, er zitten er twee in. Meneer, u bent niet tot antwoorden verplicht, maar wilt u een verklaring afleggen? Ja. Oh, nee. Het kan ook wel zijn dat hij hier loopt. Ja, ik kan melden voor hem. We krijgen... Hoi, ik ben Brian, politie Rotterdam. Dat was in mijn buurt. Oké, waar zeg je nu weer uit? Ja. 2201. Oké, dat weet ik genoeg. Dankjewel. Oké, doei. Hoi. Wat is de slinger? De slinger. Ja. Met de metro moest je dan. Die, ja? Ja. Ik pak de weg. Richting D. Richting D. Gaat het goed met haar? Ja, ik pak D. Kant op. Hier, slingen. 1 minuut. Ja. 1 minuut. Ja. 22-1 voor de 22-93. Beste meneer. Ja. Wat is er gebeurd? U heeft ook een lekker band. Ja, hij is denk ik daar hier op gegaan. Die auto die staat nog steeds op de trambaan, maar we gaan hem zo eraf halen hier. Heeft u een rijbewijs voor mij? Op dit moment. Er komt de bergen aan al. Ik zie dat je een beetje gespannen bent. Ja, ik ben heel gespannen. Zullen we ons even de auto even wegzetten hier zo? 2246. Richting die kant komt geen tram. Wat zei je? Richting die kant komt geen tram meer. Oké, dan draaien we hem even hier een stukje naar links. Deze baan. Dus ik moet dit niet doen met een helm. Het ziet er goed uit verder hoor. Ja? Ja hoor. Je hebt gewoon een reserveband, als je die erop zet, kun je weer rijden. Tenminste, als dit goed is uiteraard. Oh, er zit een reserveband op. Pas op hoor, het is best hoog. Oh nee. Ja. We hebben hem eigenlijk 3 keer gebracht om weg te gaan. Ja. Goed. Ik weet niet hoeveel brood je nu wel. Ja, ligt er wel even neer hoor. Nee, of je niet weggegooid toch? Nee, maar ik. Ik weet niet wat. Ik wil zo als je zou willen. Helemaal niet. Wat is het? Ja, daar ben ik het eerst van aan. Laat u licht maar eens zien. Oh, zeg, ik weet het niet. Het is begonnen, hè? Ja, we zien zo'n beetje uit, zo te zeggen, toch? Van 16, 17 jaar. U was gehuilen? Was u nu gehuilen? Meneer. Oh, wat eerlijk, man. Ja, ik ben op de camera, ik ben het, ja. Kleine meisje van 16, 17 jaar gaat mij nu een beetje... Ja, ik was op hè. Wat heb je niet op de huilen? Ik heb zoveel op de huilen. Geert van het is. Waarschuwelijk, ik ga nog een stapje vanaf, ja. Heeft u iets gedaan waarom uw busje moet dan? Ik weet niet, wat is het plan nou? Ja, ze komen gewoon even kijken rond.
mag ik terug? Als je als het zo werk weet, wat ze gaan doen? Ja, je hebt mijn naam al gemaakt. Ja, weet ik wel, maar daar moet... Mag ik mijn recht maken? Als ik klaar ben, krijg ik het zo zien. Mag ik mijn recht maken, meneer? Nee, nu is het. Wil je een foto maken? Nee, ik heb geen idee aan de laat mij niet zo lopen uitleggen. Ik hoor dat jij die dame, die veel jonger is als jij, aan het bedreigen bent. Weet je wat ik poneren bent? Oké dan man, daarom moet luister, je luister, luister even naar mij. Ja, maar, ja. Luister even naar mij. Ik mag zeggen van hij. Luister even naar mij, ja? Ja, ik zeg het alleen maar. Nee, luister even naar mij. Ja, want ik ben geklaar, jongen. Punt uit. Ik heb een de manier hoe dat klein meisje zo maar gaat drukken. Ja, mag ook, hè. Mag ook, hè. Dan kijk ik ook nog in je dame uit, Jan. Ja, ik praat ook met jou, want jij praat ook naar mij. Ik ga mij niet uitspreken. Hierom. Ik heb mijn handen al erachter voor u. Ja, je hebt me eens want ze blijven hangen. Ze blijven hangen. Ja, hier al. Ik sta nog steeds in beeld, man. Dat zeg ik alleen maar. Meer zeg ik niet. Je wordt bij deze straat uitgevoerd. Wat lopen zij voor mij te sturen, man? Ik ben zo raar, man. Ben ik agressief? Ja, vriend. Ik moet buiten even stoppen. Lopen. Ik heb mijn recht, die maat. 10 minuten ben ik hier uit de straat. Ben nu? Genau, man. Ga nu. Neem me mee dan. Neem me mee, man. Ja, ben je hard genoeg? Neem me mee dan. Neem me mee, man. Dat is wat jij wou, toch? Ja. Jij wil prachtig doen, hè? Prachtig. Nee, luister, ik ben aangehouden op de openbare orde. Ja, maar zeker niet op de brug. Mooi. Ja, stop dat. Sommige moeten erin. We zijn nog niet klaar, of wel? We moeten beter luisteren, meneer. Vriend, ik zeg alleen je vriend niet, je moet gewoon even lekker luisteren. Die oren aanzetten, ja? Ja? Hij heeft geen stempel, hij heeft niet betaald, dus hij mag weg. Ja, duidelijk toch? Ja. So for tonight is not allowed to get in anymore. No. I just came out for a smoke, but they are not let. Hij is eruit gegooid, maar hij loopt de hele tijd te bellen, te dreigen. Ik wil iedereen, ja, maar goed, ik wil deze hele expositie voor de hersenen leeg gemaakt. Dan gaan we daarna even het verhaal. Ik wil verder bij. Ik ga nu even heel serieus zijn. Nee. Voordat we deze nu leeg gemaakt, spijs niet. Doet u dat nu niet? Dan heeft u de eerste bekeuring al gewonnen. Ik wil het niet. Rieke werkt niet bij de politie. Luister, lopen. Je kan zelf instappen, anders gaan wij doen. Dat is niet zo fijn. Dus kies nou even slim. We zitten. Dus je is binnenboord. Hoppa.
Hey, have you an ID card for me? Sorry? Do you have an ID card? Yeah. Something else with your name? Yeah. Can you see it? No. Why not? Because I don't want to. Okay, but you have to. No. Yes. Do I? Yeah, you have to. In that case, I can show you. Come on, we stand there, yeah? We had a call from the bouncers that you were annoying, or so we have to know who you are. Yeah. And then everything is okay, and then you can go. Yeah, I know, but it wasn't... Hij trok volgens mij, hij ging daar, hij trok daar de zijkant het hek weg, probeerde ertussen te komen, moest naar buiten worden gewerkt. Heb je een beetje invloed op? Het is niet handig nu die dronken is deze discussie aan. Nee, ik heb geen idee. Ik heb het gewoon gezien. Ik kan nee, maar zeg even tegen hem dat hij beter lekker naar huis kan gaan. Ik was nu de discussie. Ga ik doen. Nee, man. I think it's a bit good of a luck, misunderstanding. Yeah? Best wel. Weer even een kleine update van waar we staan in een dienst. Het is volgens mij rond 3 uur nu in de nacht. Je merkt dat de horeca langzaam een beetje begint uit te lopen en dat de mensen wat meer onder invloed zijn. We hebben inmiddels 2 meldertjes gehad ter ondersteuning van de horecapartiers. Voor, de eerste meneer was vervelend, wilde nergens meewerken. En uiteindelijk de tweede meneer eigenlijk precies hetzelfde, was ook vervelend, wilde ook niet meewerken. Dus ze zijn allebei aangehouden, worden ingesloten en dan krijgen ze waarschijnlijk over een paar uurtjes een bekeuringtje. En dan kunnen ze straks weer hun weg vervolgen. Het zal waarschijnlijk morgenochtend rond een uurtje of 7 zijn. En wat een mooi systeem is, natuurlijk elke regio werkt een beetje anders. Het is mooi te zien dat ze hier werken met een soort piepersysteem. Dus elke portier heeft een pieper en daarmee hebben ze contact met de binnendienst van de politie. En dan kunnen ze beneden een aantal codes geven en de code heeft een kleurcode en die komt dan binnen bij de collega's op straat. En daarop acteren ze, dat ze even moeten ondersteunen of dat er spoedassistentie nodig is. Dus dat is wel een mooie manier hoe ze die samenwerking hier hebben met de horeca. Natuurlijk in Utrecht, wat ik gewend ben, doen ze het weer anders. Ze doen het weer met een rechtstreeks telefoonnummer. Nou ja, zo heeft elk werkgebied waarschijnlijk weer zijn eigen maniertjes dat werkt in die regio. En ja, we gaan zien wat het verder allemaal nog oplevert deze nacht. De legitimatiewijs bij meneer. En van de bestuurder een rijbewijs gehad. Meneer, klopt als u geen rijbewijs heeft? Wat zei je, sorry? Het klopt dat u geen rijbewijs heeft? Nee, ik heb geen rijbewijs. Natuurlijk, ik heb normaal een fietsaccount, maar ik kom niet connecten met scooter. Ja, maar je moet wel een rijbewijs hebben. Voor 25 ook? Voor 25 km per uur? Geen plaatje sowieso. Oh, oké, nee, daar heb je gelijk. Ik heb niet echt gekeken, sorry. Had hij beter kunnen rijden? Geen idee. Toch of niet? Dat had gekund, ja. Ja. Waarom heeft u geen helm op? Deze moet ik ook schieten. Er zat 1 helm in. Wil je achterop? Ik heb zelf geen scooter. Wil je achterop ook? Dan wist ik oprecht niet. Ja, op, ik weet dat hij er niet mag, maar ik wist hier achterop een scooter en helm op. Weer het volgende. Nog weer. Sorry. En het volgende. U heeft geen rijbewijs? Nee. Dat is nog best wel een grove overtreding. Ja. U heeft geen helm op? Nee, klopt. Ik ga het volgende doen. U krijgt een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs. Dan krijgt u van mij een waarschuwing voor de helm. En dan stel ik voor dat jullie die bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs maar delen. Ja, nee, heeft gelijk. Maar goed, dan moet je zelf onderling afkomen. We hebben een foutje gemaakt, ja. Nee, ja, het is vooral die handig. Als, als hij een helm op gaat, dan stuur je niet op. Ja, weet ik. Had je er nog mee weg kunnen komen misschien? Ja, het is al mee. Nou, dat was niet. Nee, dat is lullig gezet. Ja. Maar het is gewoon niet slim. Nee, zeker niet. Hallo. No, this is the Puerto de Fun in the street. And I thought I would just leave it out of reach of people because it's dangerous. Is it okay? Yeah. Hey, make a Er is een koppeltje in je rug al geweest. Blijf u even staan. Wat is er aan de hand? Ik niet, kom even, denk van iets. Ja. Oké,
Het gaat om een vrouw en... Hij werd beschuldigd. Wacht heel even af, ja? Ik doe het binnen met de tank, gewoon gezond, ik heb de tank gevangen met die flikken van Maki. Ik doe het allemaal de tank, helemaal. Ja, je hebt je zak alleen, laat even zien wat je in zak hebt. Ik heb niks op mijn vrienden. We hebben hier nu niks aangetroffen, dus... Moet je maar... Helemaal goed, ja. Je mag gaan als je... Ja. Deze beelden hebben uiteraard denk ik iets meer uitleg en context nodig om te laten zien en te vertellen wat er nou precies gebeurd was. Jullie konden op de beelden zien dat we met de motoren eigenlijk eventjes parkeerden en dat we in een uitgaansgebied, straat, wat toezicht gingen houden. Nou, we hadden de bodycams uit en ineens voor ons ontstond er een vechtpartij bij de ingang van een discotheek. Dus we konden natuurlijk de aanleiding niet helemaal erop zetten, maar daarna konden we wel ingrijpen en in ieder geval de partij uit elkaar halen. Waar de ruzie nou precies helemaal om ging, dat blijft een beetje wazig. Ja, er is wel over en weer geslagen en geschopt. Nou, blijkt dat de één groep, de andere groep, of in dit geval de meneer die in dit geval die we staan hadden, beschuldigde van diefstal. Die meneer die zei dat ben ik niet en toen ontstond er een vechtpartij. Nou, uiteindelijk hebben we die meneer nog wel even gecontroleerd om te kijken of die goederen bij zich had die mogelijk wel gestolen waren. Die hebben we niet aangetroffen en uiteindelijk wil ook niemand van de partijen verder iets van aangifte doen dan wel van de vechtpartij of de mogelijke diefstal. Dus wij leggen alle gegevens vast, hebben iedereen weggestuurd en ja, dat is het einde van deze melding. En dan gaan we nu door naar een volgende melding. Er is een meneer uit een kroeg gezet door de beveiliging en die blijft vervelend bij de ingang hangen. Ja, hoe dat verder gaat, gaan jullie nu zien. Loop je wat te schieten? Ja, dat weet ik. Zeg maar wat je doet. Vertel even wat je voor plan bent. Hij heeft mij net naar buiten gezet. Dat kan. Ja. 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 Ik kan gewoon naar binnen komen, je weet toch? Zit er bij het, maar dan ga je niet meer naar binnen, toch? Ja, ja. Deze meneer, hij heeft het helpje om ons gekost. Oh. Maar je zit een beetje zo te dreigen en zo, weet ja? Je gaat schieten. Dat ik niet naar binnen. Ja, dat ik niet naar binnen mag gaan. Dus ik zeg tegen hem, ja broer, je bent wel stoer en zo, weet je toch? Ja, en toen? Ja, dus ik zeg tegen hem, ja, als je klaar bent, dan zie je wel. Dus nu maakt hij zich echt een verhaal ervan, je weet toch? Terwijl ik niet eens naar binnen mag. Wat bedoel je ermee dan? Als we klaar zijn, dan zien we wel. Ja, maar dat zei ik alleen omdat ik mijn jas wilde hebben. En wat bedoel je ermee dan? Nee, ik heb niks in het plan of zo. Nee? Maar hij wil gewoon mijn jas niet geven sinds 3 uur. Ja, wij zijn klaar, we gaan die kant op. Hier, beste man, deze voor jou. Alsjeblieft weg, want wij moeten ook verder. Ja, man, maar dit... als hij gaat drukken dadelijk voor jou. Als je vervelend bent en je blijft jongen, dan ga je mee naar binnen, ja? Oké. Okay. Niks gevonden. Spijkerbroek, bloed op zijn hoofd. Ja. Loop even met mijn collega. Yo, mannen. Blijf heel even staan, ja? Heb je een ID-kaartje voor mij? Jullie hebben ID-kaartje. Op een gegeven moment, wat hebben jullie daar weggegooid? Nee. Het is niet zoals jullie denken. Ja, heb je een scherp voor je bij je? Wat doe je? Ja, ik doe deze man alleen op. Nee, samen. Ik heb niks, man. Ja, niet meer. De trainer heeft weggelegd in de pakkenbak. Oh, ligt de match. Ja. Meneer, luister. Ik ben bij deze ben je aangehouden voor de wet wapens en munitie. Je bent niet te worden verplicht, je hebt recht op een advocaat, begrijp je dat? Laat zijn meteen een politie gebracht worden, hij voorgeleid wordt aan hulp officier van justitie. Ik ga ze daar allemaal horen en dan... Ja, tuurlijk. We hebben niks te verbergen. Ja, dat zijn wel een mes, anders legt dat niet in toch? Heb ik een mes? Nee, maar je vriend wel. Weet ik vriend? Wist je niet? Nee! Ja, ik was dat. Ik heb het voor het geld laten.
Jullie konden tot de beelden uiteraard zien. We hebben hier één verdachte aangehouden omdat hij een mes bij zich had. Hij gooide hem uiteindelijk weg. Maar cameratoezicht kon dat mooi volgen waarop we het mes hebben gevonden en de verdachte konden aanhouden. Maar het bijzondere in dit verhaal is misschien nog wel, we hebben uiteraard ook de andere groep gesproken die in eerste instantie bij de zogenaamde ruzie of hoe je het ook noemen wilt op straat betrokken was. En die gaven toch wel een iets andere verklaring over wat er nou precies gebeurd was. Het lijkt er namelijk een beetje op uit de verklaring ook van de drie personen die we spraken, dat het een soort straatroof aan de gang was en dat eigenlijk met toedoen van cameratoezicht net op tijd waren om dat te verijdelen. Wat het juridisch daardoor weer lastig maakt, omdat het natuurlijk geen voltooide straatroof is en dat het niet te bewijzen valt. Maar het lijkt allemaal op dat er net een straatroof wilde gebeuren, maar dat we net op tijd waren en dat de verdachten het hazenpad kozen en om de hoek door ons gecontroleerd worden en aangehouden konden worden. Uiteindelijk wordt er wel procesverbaal opgemaakt voor het bezit van het wapenfeit, zeg maar. En dat is natuurlijk een goed teken dat we iets hebben kunnen verijdelen. Nogmaals, we kunnen het juridisch niet helemaal bewijzen, maar alles lijkt wel op dat dit aan de gang was. Dus ik denk dat we hier mooi iets hebben kunnen voorkomen. Zijn we inmiddels aan het einde gekomen van deze video. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Dat wordt namelijk deel 2 in de nachtdienst in Rotterdam. Zeg maar.